Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, RGB, heeft vanmorgen samen met Conservation International, CI, en WWF Guyana's een stakeholders workshop gehouden. Het doel was de formulering voor een vernieuwde natuurwetgeving te bewerkstelligen. Volgens de parlementariër Rashid Hopkinson moet deze workshop voor een stukje awareness zorgen. Het is volgens hem bekend dat de huidige wetgeving van Suriname niet voldoet aan de eisen van deze tijd. Dus dit is volgens hem een traject dat nu wordt ingezet om te komen tot moderne wetgeving. Hiervoor is er volgens Hopkinson meer betrokkenheid van een heleboel actoren nodig en DNA is er één van. Een van de dingen die zeker moet gebeuren, omdat je niet wil hebben een wet die wordt gezien als dode letter. Je gaat in de wet ook moeten opnemen sancties. Weet je, wat ga je doen wanneer men zich niet daaraan houdt? Internationaal hebben we tig. En Suriname is er kampioen van in het ondertekenen en ratificeren van verdragen. De naleving daarvan, daar schiet het vaak genoeg tekort. En dat zeg ik met pijn in mijn hart. Dus ook in deze sessie, in dit proces, zullen we op het punt moeten komen waarbij we... We gaan op het punt moeten komen waarbij we dus met ieder aan tafel zitten en nagaan wat is de beste manier om deze wet te implementeren, maar ook ervoor te zorgen dat de naleving daarvan richtig geschiet. Rashid Hopkinson, die als parlementariër aan deze stakeholders workshop heeft geparticipeerd. Volgens John Goedschalk, directeur van Conservation International, is deze workshop belangrijk omdat het niet iets is van CI alleen, maar het regardeert alle Surinamers. Goedschalk weet niet hoe deze natuurwet eruit zal zien, maar hij weet wel dat het breed zal zijn. Natuurlijk is het niet zo dat deze natuurbescherming of natuurbeheerwet de rol over gaat nemen van andere gebieden, hè, zoals SBB en de houtkapconcessies, die hebben hun eigen plek. En dat is ook institutioneel verankerd. Maar dit gaat echt over de beheersgebieden, de natuurparken. En ook de gebieden die nog natuurparken kunnen worden. Dus in feite ga je beginnen te zeggen, oké, het is voor Suriname. En dan ga je kaderen. Gebieden die je wil beheren, gebieden die je wil beschermen, gebieden die je tot economische bloei wil brengen. Met behulp van de natuur, op duurzame wijze. Dus deze wet gaat op al die plekken toepassing hebben. Maar u hebt net gevraagd, wat gaat het betekenen internationaal? Kijk, Suriname was ooit een leider op het gebied van natuurbeheer. Een leider, een wereldleider. Daarom zijn we nu nog het groenste land. Dus we hebben nog steeds die erfenis van hoe goed we het toen deden. Nou, we zijn achtergeraakt. Het is tijd om weer op te staan. John Goedschalk, directeur Conservation International. Hij sprak tijdens de stakeholder workshop voor de formulering van een vernieuwde natuurwetgeving. De workshop is door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer tezamen met Conservation International en WWF Guyana's georganiseerd in de ballroom van Hotel Torarica.